je voor een pand. Geen idee hoe het er van binnen uitziet. Het lijkt een beetje op, toch een beetje op een fabrieksruimte. Maar het is de masterclass van de heer Wim Wamelink. En ik ben toch heel nieuwsgierig hoe het van binnen eruit ziet. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Welkom. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het van binnen uitziet. Van buiten denk ik, het is een fabriekspand. Ja, is het. Maar als ik hier al kijk, dan denk ik van, nou, ja. Wat staat me te wachten? Een van de grote geheimen van het Loo. Nou, heel nieuwsgierig. Gaat je laten zien. Ja, wauw. Dit had ik inderdaad niet verwacht. Dit is echt schitterend. Apart, hè? Ja, dit verwacht je totaal niet van de buitenkant. Nee. En is eigenlijk gelijk mijn vraag, waarom niet? Ja, het is een bedrijfspand waar een horeca-interieurbouwer in zit. En die heeft dit ongeveer 15 jaar geleden al in elkaar gezet. Twee redenen. Enerzijds omdat ze het zelf mooi vonden en voor hun eigen personeelsfeestje of hun eigen familiefeestje wilden houden. Maar anderzijds ook als showroom voor het werk wat zij doen, horeca-interieur. Ja, en dit is nog een hele mooie, authentieke Engels-Schots interieur. En ik ben hiernaast komen wonen. En toen vroeg de eigenaar aan mij, wetend dat ik jarenlang hotels heb gedaan en een whiskybar had in Nunspeet, van zou jij iets met mijn showroom kunnen? En dan moest ik wel om lachen. Ik denk, ja, als jij bereid bent om hem zo te maken dat ik heel veel flessen kwijt kan, dan ga ik er graag in. Nou, ja, zo is het begonnen, 2 jaar geleden. Ja, even voor de kijkers, het is hier echt... Dit verwacht je gewoon niet. Ik bedoel, ik sta hier buiten. Je verwacht niet als je hier binnenkomt dat het zo gezellig, sfeervol. Ja, eigenlijk moet iedereen dit gewoon even zien. Helemaal in stijl, hè? Helemaal in stijl, ja. Inderdaad. Ja. Met alles erop en eraan, hoor. Ik heb koffie, ik heb bier op de tap. En ik heb natuurlijk als decor, maar tegelijkertijd is dat mijn passie en hobby, de whiskycollectie. We zitten nu lekker met een sapje. We gaan nog niet naar alcohol, dat is een beetje vroeg voor. Ja. Bij binnenkomst zei u, hè, dat u hier was komen wonen en dat ze u vroegen van een whiskybar of een bar. Hoe is dat verder in zijn werk gegaan? Nou ja, zoals gezegd, het is een horeca-interieurbouwer en ik kende hem uit de tijd dat ik de hotel zat in Nunspeet. Daar heeft hij heel veel verbouwingen voor me gedaan en een van die dingen was een bar in een hotel. Want de meeste hotelbars zijn, in mijn bescheiden mening, gewoon niet leuk genoeg. Of het is wel mooi ingericht, maar er staat nooit iemand. En als er iemand staat, dan zeggen ze al snel om 11 uur, ja, morgen ontbijt. Sorry, de bar gaat dicht. Dus ja. Ik dacht bij mezelf, ik ga mijn hotel uniek maken door een hele mooie whiskybar. Ben ik hier geweest, heb ik hier idee op gedaan. Ze hebben hem ook voor me gebouwd. En ik ben begonnen met een collectie van 140 flessen. Dat was mijn eigen hobby, dus dat was mijn eigen collage. 140 flessen whisky? Ik ben dus een leek op het gebied van whisky, hè? Dus ik had geen idee dat er zoveel soorten whisky waren. Ga ik vanavond iets over vertellen. Maar het groeide uiteindelijk uit naar 450. En dat was het succes van de bar. Totdat in 2009 de crisis ook in de hotellerie en ook in Nunspeet terecht kwam. En toen dacht ik van ja, hoe lang ga ik dit doen? Wil ik het blijven doen? De whiskybar was wel heel succesvol, maar het hotel niet. Dus toen heb ik bedacht, ik verkoop het hotel, neem de whiskies mee en ik ga op zoek naar een nieuwe locatie. 2012, zeg ik dat goed? Ja, 14, ja. Bijna 2 jaar geleden ben ik begonnen. En het is wel een bar, zoals te zien. Het is een prachtige bar. Ja. Maar ik ben geen horecabedrijf. Dus het is niet zo dat ik elke dag open ben en mensen kunnen gewoon voor een kopje koffie even langskomen. Ondertussen zitten Wim en ik aan de bar, prachtige bar overigens. En we hadden het net over gastheerschap. Wat houdt het precies in? Eigenlijk is het misschien het makkelijkst uit te leggen door te zeggen dat service, want je hebt service en gastheerschap, is niet hetzelfde. Service, dat zie je, dat zijn de stoelen, dat is de garderobe, dat is alles is er. Dat is de service die we leveren. Maar gastheerschap is wat je voelt. Je voelt als je binnenkomt
dat je gast bent, dat je hier verwend gaat worden op de goede manier. Dat je, als een jas aangenomen wordt, is dat geen service, maar dat is gastheerschap. Dat de gast zich welkom voelt. Ja, absoluut. Dat is het grote verschil. Het trainen van gastheerschap, hè, en dat geef ik even aan, service en gastheerschap zijn twee verschillende dingen. Ja, die service ja. Hoeft een bediening per se niet aan te denken, want dat zijn de onderdelen die er moeten zijn. Als er geen garderobe is, dan lever je verkeerde service. Heb je geen toilet in de buurt, is het verkeerde service. En dat moet ook schoon zijn, graag. Ja. Gastheerschap zit hem in de details, in de kleine dingen. En dan is het van belang dat mensen in de horeca, medewerkers in de horeca, begrijpen dat een gast niet naar een restaurant gaat omdat hij honger heeft. Want als ik trek heb, wil ik gewoon, en ik wil lekker eten, dan zit ik thuis. Dus als ik dan eenmaal de moeite neem om me aan te kleden, die jas aan te doen, in de auto te stappen, naar een restaurant te gaan, dan wil ik het gevoel hebben dat ik gast ben. En dan komt gastheerschap om te doen kijken. En het grote verschil, puur bij de entree al, of er iemand mij ontvangt, of in ieder geval iets tegen me zegt, welkom heet, leuk dat u komt, heeft u gereserveerd. De laatste hoorde ik, onder welke naam mag ik u verwelkomen? Nou, die vond ik fantastisch. Daar werd ik zelfs blij van als trainer. Oké, ja. En dan krijg je het gevoel dat ze met je als gast bezig zijn. Tussen staat Wim achter de bar en die heeft een aantal glazen neergezet. En dan wil ik wel eens kijken, als ik een beetje kennis heb, wat er in die glazen moet. Nou ja, dit is het, Wim. Ja. Dit is het bierglas. Dat is het bierglas. Dat kan er alleen maar bier in. Ja. Dat, ja, klopt. Ja, en dit is een wit wijnglas. Wit wijn. Ja. Noem je dat? Wit wijnglas? Het is een wijnglas. Gewoon een wijnglas. Ja hoor. Ja. Dit, ik schat zoiets dat er een partje in kan. Heel goed. Goed hè? Ik ben echt zo goed. Dit is voor een jenever. Een borreltje. Een borreltje. Een jenever. Een bitter. Die wordt wat moeilijker. Is dat, ik vind dat, ik kan die naam niet uitspreken, maar 43 staat eraf. Liqueurglas? Hangt er vanaf. Dit is een tumbler, zoals het heet. Hoe? Tumbler. Tumbler. Deze kennen wij als whiskyglas of een glas waar ijs met de drank geserveerd wordt. Daar is het ook voor bedoeld. Ik zal het even uitleggen. Ja. Waarom hebben we nou verschillende glazen? Want je zou toch kunnen overwegen om alles in hetzelfde glas te gieten? Ja, vooral als iets lekker is, dan zou ik zeggen. Nou, ja. Maar we merken wel dat als je een wijn drinkt, dat het fijn is om een groot glas in je handen te hebben. Terwijl we maar een laagje inschenken. Ja. En toch zijn die laagjes, die hoeveelheden zijn afgemeten. Maar dat is naar aanleiding van het alcoholpercentage. Dat is de enige reden waarom wij voortdurend kleinere glazen hebben, naarmate het alcoholpercentage stijgt. Want bier is 5%, hebben we een groot glas. Wijn is 12-14%, hebben we een mooi glas, groot glas. Port is al 20% en sherry en vermouth. Dus die gaat dan in een kleine glaasje. Jenever of bitters zit op 35% tot 40%, nog kleine glaasje. Dit is dan echt een typisch proefglas voor whisky. Ik doe al mijn gedistilleerd doe ik in dit glas. Terwijl iedereen dit herkent als whiskyglas. IJs erin. Dat klopt, want dat doet de Amerikaan. En wij zien dat op televisie altijd. Brede glazen, veel ijs en een karaf waar whisky uitkomt. En zo drinken zij het. Dus we kennen niet beter. En de Amerikanen drinken alles met ijs. Dit gebruik ik omdat ik nooit ijs in de whisky doe. Sterker nog, als iemand ijs koffie vraagt, dan zet ik de whisky er nog naast. Maar ja, Allah, ik ben niet zo'n mixer. Dus het verhaal van de glazen is niet anders dan het alcoholpercentage stijgt, het glas wordt kleiner. Ja, en nou is mijn vraag, wat ik altijd heel moeilijk vind, stel dat ik echt een mooi etentje heb en ik wil goed voor de dag komen en ik wil een wijntje inschenken. Nou bij mij, hè, dan schenk ik en dan gaat het helft er weer overheen. Van die grote glazen denk ik, hoeveel moet ik dan inschenken? Ja. Want als je dan van die hele grote glazen hebt, je doet hem een beetje, dat lijkt zo zuinig. Is het. Ja. Ik pak er even een glas bij. Het is niet per se zo dat witte wijn altijd in een kleiner glas gaat dan rode wijn. We zijn het wel zo gewend. De reden dat we wijn in een lekkere grote kelk schenken is dat wijn een drank is die nog ademt. Het beweegt nog, of het beweegt, het ontwikkelt zich nog in de fles. En als we het dan eenmaal in een glas schenken, moet het ook even de kans krijgen om te ademen. En een groot glas bij het voetje pakken en even lekker walsen, ruiken, dat maakt het zo fijn. Dus een eenvoudig slobberwijntje gaat gewoon in een eenvoudig glas. Tegenwoordig zie ik wel eens van die brede bekerglazen. Een wat mooiere kwaliteitswijn gaat het liefst in zo groot mogelijk glas. Zo pak ik een glasbeet. Of een flesbeet, sorry. En dan schenken we hem ook zo in beeld. Dus de gast die je er gaat serveren, die kan dat ook zien.
Dus de rode wijn, nou ja, de witte wijn, dat spreekt ook voor zich, het water en de champagne. Maar nu het zwaardere werk, de whisky. Ja. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Ja. Zal ik dat dan in de whiskyhoek even laten zien? Ja, heel graag. Ik vind het zo'n gezellig hoekje. Gaan we daarin. Plek achterin? Ja, ik wou zeggen hier of hier. Ja, achterin. Ik zou je iets gaan vertellen over whisky. Ja. Dit is mijn whiskyplek. Ik heb meer dan 300 flessen. Allemaal open? 300 flessen. Ja, ja. Dus hier doe ik vooral proeverijen. En de grap is dat whisky is best wel in momenteel. En dat komt vooral omdat het een mooi, authentiek kwaliteitsproduct is. Dit is een distillaat van bier. En zo zijn er heel veel van die antwoorden en vragen die men heeft van wat is nou eigenlijk een blend whisky? En wat is nou een single malt? En mag er nou wel een ijsklontje in? En ik mag het zeker niet in mijn cola doen. En een druppeltje water maakt verschil. Zoveel vragen. Dus ik heb zoveel te vertellen. En dat doe ik dan aan de hand van een proeverij met allerlei flessen. Ik zie jaartallen staan. Is dat nou ook zo van hoe ouder als de wijn is, hoe beter als die is? Geldt dat ook voor de whisky? Ik ga even wat schenken. Ik heb je 3 glaasjes ingeschonken om even te laten zien of te laten ruiken. Misschien ga ik het nog even proeven ook. Dat whisky een enorm arsenaal in smaken kent. Kleur komt alleen maar van het eikenhouten vat. Met andere woorden, whisky, als het uit de ketel komt, als het gestookt wordt, is het helder van kleur. Net als onze jenever. Op het moment dat het in eikenhouten vaten gelagerd wordt, en dat gaat met Schotse whisky zomaar 10 jaar. Minstens. Al snel 10 jaar. Dan gaat het kleur krijgen. En dan hangt het een beetje van het type vat af. Het ene vat is uit Amerika gekomen, waar bourbon in gezeten heeft. Een andere vat is uit de sherrystreek vandaan, of een wijn of een cognacvat. En dat bepaalt de kleur. De smaakverschillen kunnen zijn van het hele makkelijk drinkbare whisky, wat prima kan 's morgens na het ontbijt, tot een whisky die heel lekker is bij de maaltijd, tot een whisky die eigenlijk op het eind van de dag, als je een zware dag gehad hebt en de open haard wil niet uit, en je zit daar in je eentje nog even uit te rusten, dan een mooi glas met een hele stevig karakter. Ik heb ze alle 3 geschonken. Ja. De linker is dan de whisky die heel prima kan op elk moment van de dag. Lekker vrolijk, niets ingewikkelds aan. De middelste begint al wat meer karakter te krijgen. En de derde is de carboleum onder de whiskies. Dan zit je in een olievat en dat proef je ook. Carboleum. De schuttingverf van vroeger. Ja, ook zeggen. Spoorbielse verf. Ja, die moet je dus niet in de brandende zon drinken. Ja. Je moet eigenlijk nu wel links beginnen. Je moet wel links beginnen nu. Want je gaat het opbouwen in karakter. Oké, maar dan... ik proef hem nou ook. Ik bedoel, nee, maar... Oh, ja, maar ook. Ja. Wat je wil. Oké, is goed. Ja, ga ik je vertellen. Ja. Is goed. Ga je gang. Moet ik daar nog iets... Nee, kijk naar het glas. Ja. Geef je hersens het idee dat er wat moois aan komt. Dan ga je ruiken. En dan neem je een slokje en die hou je in je mond. Dat is de manier om te genieten, optimaal te genieten van een goed glas. Want het heeft wel minstens 40% alcohol. En dat is fors. 40%? Ja. En alcohol vinden wij niet lekker. Maar... Neem me niet kwalijk als ik een beetje... Okay. Nip, hè? Alsjeblieft. Ja, nip. Maar niet uitspugen, want dat houdt Nee. Ja, ze lacht me altijd met de vinger, maar dat mag, hè? Tuurlijk mag dat. Ja. Dat is wel heel chic. Ik zelfs bij de koffie, dus ja. Oké, dat is ook niet eens. Dit is mijn eerste whisky. Ooit? Ja. Oh, oké. Ja. Ben benieuwd. Zeg maar wat je vindt, hoor. Alles mag. Alles mag, ook als ik het echt... Dan zal ik in de tussentijd vertellen. Ja, want ik ruik niet echt heel veel, maar dat is juist de bedoeling. Dat geloof ik ook. Ja, geloof ik ook. En dat is ook een van de verschillen tussen mannen die proeven en dames die proeven. Mannen zeggen heel snel, het is lekker of niet lekker. En vrouwen beginnen, ik ruik en ik proef allerlei dingen. Wat haal ik hier nou toch uit? Nou ja, die vraag ga je niet stellen nu, hè? Nee, maar volgens mij had ik iets te grote slok. Nee, breng echt de kant toch niet naar de wangen? Ja hoor, natuurlijk. Het gaat helemaal zijn uitwerking. Maar ik heb een sprekend gezicht, zegt men, maar hij is niet vies. Dus hij... Goed zo. We gaan naar nummer 2. Klein beetje, hè? Dit was iets te groot. Nummer 2. Qua kleur zie je het verschil niet, hè? Nee, maar dat hoeft ook niet per se. Nee, okay. De leeftijd zegt niet altijd alles over de karakters van de whisky. Het alcoholpercentage zegt niet alles. Neem maar een slokje op. Die ruikt er wel iets... Ja, er komt meer karakter bij. Ja. En zoals ik net vertelde, ik heb dan glazen. Dit zijn echt proefglazen. Hier kan een liqueurtje in, hier kan een whisky in, een cognacje in, een port. Alles kun je in deze glazen doen.
Wil je echt whisky met ijs? Of een... Ja. Ik voel hem glijden. Ja, ja. Ja, dat is heel wat anders dan een... Komt veel meer bij kijken, hè? Veel meer smaak. Oh, ja. Oké. Okay. En nu nummer drie. Nu nummer drie, die is nog... Carbolein. Schrik niet. Als je ruikt, dan denk je dat je in een olievat zit. Schrikken jullie niet, want... Misschien ga je het lekker vinden. Ja. Zou zomaar kunnen, hoor. Want er zit veel meer karakter in. Oh, ik ruik echt. Het is... Inderdaad, je ruikt hier de... Dat is heel apart. Ja. Vuurkorf. En een hele warme smaak. Hij ruikt heftig, maar als je hem gaat drinken, dan is hij heel rustig. Heel zacht. Natuurlijk heeft hij zijn alcohol. Maar de smaak is duidelijk. Prettiger. En dit geeft zoveel karakter. Dit explodeert in je mond. Ik zeggen. Het is heel anders dan een rood wijntje. Ja. Maar nou ben ik dus als vrouw zijnde, ben ik even aan de whisky. Ik denk dat sommige mensen heel jaloers op mij zijn. Als de cameraman. Maar is het... Komen hier veel vrouwen die ook voor de whisky? Absoluut. Ja? Absoluut. Dus ik ben helemaal niet uniek. Nou, vanavond is het jouw eerste ervaring, hè? Ja, echt inderdaad. Nee, maar zeker wel. Want het is een prachtige drank. Het is een kwaliteitsproduct. Het is, elke fles is uniek. Elke whisky is uniek. En dat is zo leuk. Maar dan heb ik dus op je website gelezen dat jij dus ook reizen organiseert. Ja. Schotland. Wijnreizen naar Zuid-Europa, naar de wijngebieden. Whiskyreizen naar Schotland. Ondertussen heb ik natuurlijk mijn oog ook flink te kosten gegeven. En toen ik binnenkwam had ik echt zoiets van, dit is zo geweldig, dit is zo leuk. Stel dat ik binnenkort met een stel vriendinnen, vaak gaan we thee drinken, weet ik veel, ergens een wijntje. Maar dit lijkt me juist leuk om het hier te doen. Kan dat ook? Kan ik u zo opbellen van, nou ik kom met vijf meiden? Ja, het enige is even van tevoren afspreken, want ik ben niet open. Dus ik ga alleen maar open op reservering. Dat maakt het ook dat iedere gast exclusief behandeld wordt. Hè? Dus alle groepjes... En of je nou met z'n tweeën bent of met z'n twintigen, krijgt van mij alle aandacht. En ik verzorg dat compleet met een glaasje wijn. Daar kan ik ook dingen over gaan vertellen natuurlijk. Anekdotes, uitleggen waarom wijn is zoals die is. Want heel veel mensen doen wel eens een wijnproeverij, maar weten dan nog steeds niet waarom de ene wijn nou anders smaakt dan de andere wijn. En dat vind ik juist leuk om uit te leggen. En een hapje erbij of een stukje kaas met worst erbij of met een broodje erbij. Van alles is te verzorgen. Dus alles op afspraak. En ja, op maat. Als iemand wens heeft, gaan we het invullen. Ja, dus dan kan ik gewoon opbellen van nou, ik kom met een stel vriendinnen. Ja. En dan bellen we op en dan worden we hier heel lang. Staan jullie buiten op te wachten. Heerlijk. Dat gaan we doen. Goed zo. Graag. Leuk. Van harte welkom. Bedankt voor het interview. Dankjewel.